staat 8 jaar op de planken. Een voorstelling is topsport. Heeft een goeroe allergie? Is zowel loltrapper als asceet? En wil niet oordelen? Annemiek Schrijver haalt Lenette van Dongen voor het voetlicht. Lekker. Lekker eigenlijk. Het is hier warm, hè? Ja. Jongen. Het is echt. Ja, het is echt vuur. Zo. Niemand gelooft dat, maar het is toch echt. Hey, Lenette, ik ben heel blij dat je er bent, want weet je waarom? Nou. Nou, jij hebt zo ontzettend veel nagedacht en energie besteed aan de vraag, wat is de zin van het leven? Daar mag ik dan nu uit putten. Ja. Maar jij komt uit een gereformeerd gezin. Ik zou van jou zo graag antwoord willen hebben op de eerste vraag van de catechismus. Wat is je enige troost? Mijn enige troost? Een zak drop. Nee, maar ken je de catechismus nog? Nee, helemaal niks. Ik weet alleen... Nou, dan is die misschien van de katholieken leuker, want die begint Genesis, met... Genesis, Exodus, Leviticus, waar... Numeri, Deuteronomium, Richteren, Rut. Een beetje dat vagelijk braakt er nog uit. Ja, ja. Maar nee, er is niet één enige troost. Soms is het gewoon de arm van mijn vent. En soms is het mediteren en soms is het de zak drop. Je bent een laatbloeier. Tenminste, ja, dat zo staat het er altijd, want je bent... Pas in je 30ste cabaretière, of mag ik cabaretier zeggen? Maakt niet uit. Daarvoor was je balletdanseres? Lerares, ja. En ook danseres, toch? Nou, ik heb niet echt opgetreden, nee. Had je dat gewild? Toen ik klein was, zeker. Ik had posters in mijn kamer van ballerina's en zo. Maar ja, dan moet je bepaalde fysieke eisen kunnen voldoen. Ten eerste ben ik gewoon veel te groot. Dus gemiddelde dansnicht, ik weet niet of ik op mag staan, maar die komt ongeveer, zullen we zeggen, tot hier. Ja, dus als die mij in zo'n pas de deux van de grond wil tillen, dan sta ik gewoon nog vol met beide benen op de grond. Dus dat was een beetje een probleem. En dan verder allerlei technisch gezeur. Dus ik heb op mijn 10e wel geprobeerd om echt te gaan dansen, maar dat lukte niet. En toen ben ik maar uiteindelijk, omdat de dans toch heel dicht bij mijn grote liefde ligt... Uiteindelijk, toen ik een jaar of 18 was, naar de dansacademie gegaan om... docenten maar te worden. En is dans nog steeds je grote liefde? Of is het verplaatst nu naar de mededeling? Want dat doe je natuurlijk nu. Gedeelde eerste plaats met zingen. Met zingen? Ja. Oh ja? Ja. Laten we even gaan dansen. Dans is echt... Dat is iets zo dieps. En ik hoef nooit te dansen. Het is alleen maar het in beweging mogen zetten van een gevoel. Ja, en je ziet inderdaad ook, als je op het podium staat, dat je danst of gedanst hebt. Gedanst hebt, want ik doe geen dansjes. Nee. Nou, je moet nu even naar jezelf kijken. Oh, vreselijk. Klinkt als muziek in je oren. Dit kan echt niet anders. Sommige dingen gaan gewoon vanzelf. Er zit zo'n celletje die gaat gewoon gelijk... komt eruit wat eruit moet komen. En soms weet ik het ook helemaal niet meer. Vooral de dingen die jij al meteen weer begint te zeggen. Die lijnen en de gevoelens en het niet spelen maar zijn. En al dat gedoe van het weer aanzetten. En nou is het enige geëmancipeerde vrouw in haar autootje op de A1 richting Amersfoort. Heerlijke dag, radio aan. Nou, en plotseling hoort ze zo'n raar geluidje. Ga naar de kant. Uitstappen. Niemand. Kom even dichterbij. Wie heeft de kinderen? Oh, hele rij ineens. Hoeveel kinderen hebben jullie? 2 leuke, origineel Sinivac.
het gek om jezelf te zien? Nou ja, ik weet natuurlijk niet wat er komt, dus ik moet even... het is nu of je 5 verkeringsfoto's achter elkaar ja. Denkt, oh, dat was met die, dat was met die, dat was met die. En het is altijd heel raar, omdat je even denkt... sommige dingen weet, herken ik ook helemaal niet. Ik denk, waar was dat? En bij Jagadamba, dat zijn de laatste 2 stukken, dat... Ja, vind ik wel mooi om weer te zien. Dan denk ik, oh ja. Maar je bent zelf ook heel druk, hè? Ik bedoel, je was als kind al heel druk. Ik kan heel druk zijn. Het is nu totaal onder mijn controle. Als ik wil, ben ik heel erg druk. Ja? En je wil nu niet druk zijn? Nee. Hey, maar je laatste voorstelling, Een Echte Van Dongen, ja. Die gaat ook echt ook heel erg over jou. Die gaat ook over jeugdtrauma's. Ja, dat kun je als je zo'n bril opzet ja. Daar alleen maar over hebben. Ja. Maar jij, want je zou een foto meenemen dat, van een moment... Ja, dan sta je bij een verkeerde schilderij. Ja. Maar dit is, oh, dit is tante Lynette. Geweldig. Dit is op school. Ja, en ik dit was dus... iedereen heeft een schoolfoto van zichzelf. Maar wij moesten dus alle 30... moesten we bij hetzelfde schilderijtje gaan staan. En ik vond het zo schokkend toen... dat ik niet bij mijn eigen tekening mocht gaan staan. Maar dat ik bij... Dat doe je niet bij andermans schilderijen staan. En toen ik later dus wat meer over het leven na ging denken... en de overdrachtelijke... mag ik hem wel weer terug straks? Nee, ik hou hem. Okay. Geweldig. Je ziet ook echt dat jij het bent. Ja, daar begint de voorstelling ook mee. Dus de overdrachtelijke zin dat je bij andermans schilderij leert staan... Wat is nou werkelijk jouw gedachte, jouw mening, jouw leven? Waarom vind jij de dingen die jij vindt? En in hoeverre zijn dingen aan- en afgeleerd... door niet alleen je gezin, maar ook je omgeving... of door de groep waar je uiteindelijk bij zelf besluit bij te willen horen. Dus het gaat erom om bij je eigen schilderij te komen staan? Laat ik zeggen dat toen ik het maakte... de keyword of het sleutelwoord om de voorstelling te maken... het woord erfhaat was. Ik zie heel veel dat wat een ouder ooit is overkomen... weer doorgegeven wordt aan die kinderen, weer doorgaat naar hun kinderen. Waarom haat een moslimkindje een Amerikaan? Omdat zijn vader dat inprent. Dus in hoeverre ben je, nou ja, als je het nog meer uit wil kleden... ben je de ziel of ego? Ben je je ware kleuren of ben je dat wat je aan of afgeleerd is? Hoe kun je die erfhaat doorbreken? Nou, ik heb niet even een recept hoe dat moet. Ik noem dat gevoel. Van, waarom doe ik de dingen? Waarom ben ik zo gevoelig als je dit... Als dingen zo gaan, waarom reageer ik daar zo op? Hé, waarom? Nou, en door die vragen te gaan stellen... begin je eerst als jongere natuurlijk ook met antwoorden van anderen te proberen. En uiteindelijk... Nou ja, ik was op een gegeven moment in Italië, een paar jaar terug. Wilde ik heel lang niet naartoe, omdat ik... ja, ik vond de Italiaanse jongens zo vermoeiend. Maar nu ben ik oud genoeg om daar geen last meer van te hebben. En ik kwam daar en daar stonden fruitbomen gewoon langs de weg. En die pruimen, hier, basilicum stond daar. En rozemarijn en notenbomen en echt alles gewoon. En niet zo van, dit is onze tuin en dat is een hekje. En dan deze, ja. En nou, noot is over het hekje gevallen, maar het is wel mijn noot. Nou, wat hebben wij in Nederland? Zo'n potje, zo'n lullig plastic potje met één zo'n takje basilicum. En dan ga je dan mee naar huis en dan zit je het in de keuken en doet na 2 dagen doet het dit. Nou, dat vond ik een beetje de Nederlandse mentaliteit. Also, er is genoeg. Ja. Er is genoeg. Genoeg liefde, er is genoeg applaus, er is genoeg ruimte, er is genoeg plek, genoeg aandacht. En ja. Niet zo zuinig en zo benepen. En, Ik wil je nog iets anders laten zien. प्रकार से मूलाधार से जो हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति है षटचक्र है तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से 5 वाणियां निकलती हैं एक होती है परा दूसरी होती पश्चंती परा पश्चंती वैखरी परा पश्चंती मध्यमा वैखरी वाणी अत्युत्तम Oh.
toen het begon moest je lachen? Toen het begon moest ik lachen, omdat... Kijk, ik heb op een gegeven moment heel erg lang gemediteerd bij een groep die met name door vrouwen werd geleid. Want ik heb een soort goeroe-allergie. Oh ja? Mannen met baarden die mij zeggen hoe het moet. Dan denk ik, ja, maar ik wil graag dat de vrouw, die vrouw is, mij helpt te zoeken. Dus ik wilde ook nooit naar India, daar ben ik één keer geweest. En er was een festival meteen vanuit die organisatie waar ik was. En toen was er er werden allemaal heiligen holy men, sages en saints werden uitgenodigd. En toen zat tante net met een goeroe-allergie die dus niet naar India wilde. Want ik dacht van ja, ja, zo'n man met zo'n baard. En toen zaten er 45 verschillende goeroes. En met een groene tulband en wel een baard. Juist helemaal kaal, helemaal tot hier gekleed of juist helemaal naakt. Weet je, ik dacht, het is ook een Maar was partijtje. Je er toen van verlost? Want je hebt toch je nee, lange... Daar zie je de humor daar dan van in. Ja. Ik ga niet naar India, want ik wil geen goeroe zien. En ik zit in een zaal en er zitten er 45 voor mijn neus. Maar daarna word ik dus verschrikkelijk verdrietig. Want dan zie ik die kinderen... Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Richter en Rut. Begrijp je? Dan, ik denk, daar lijkt het op. Ja. Waarom zitten ze zo? Ik vind wel dat je onderwijs mag geven. Ik vind wel dat je een geloof in de liefde mag bijbrengen. Ik vind wel dat je dingen kinderen mag helpen verschillende wegen te vinden. Maar ik vind dit vind ik net zo dramatisch als een kinderkoortje op de zondagmiddag, hoor. Hij is de weg van mijn hart. Ja. En ik ben zo gelukkig met Jezus. Dat je denkt... Maar toch fascineert het je ook, die Oosterse spiritualiteit. Want daar heb spiritualiteit je toch... interesseert me hoge mate. Maar ieder... Dit is ook weer een meneer die begint over kundalini-energie en de om. En ja, je vindt een... Nou ja... Nee, maar wat zoek jij er dan in? Of wat heb jij daar gevonden? Stilte. En dat in stilte... Of je het nou goddelijke energie noemt, creatie-energie of wat dan ook. Als ik stilval, het hoeft een fractie van een seconde te zijn, maar echt stil, dan kan ik weer opnieuw beginnen. Maar het gaat allemaal over jou en niet over een god buiten jou, of wel? Het gek is, daar had ik 3 jaar geleden of 2 jaar geleden weer een antwoord op gegeven dan nu. Het is een weg. Mm-hmm. En ik heb heel lang mij gevoed aan een aan te spreken instantie buiten mezelf. En dat werkt ook. Dus waarom zou je... Voor mij werkt dat, laat ik het zeggen. Waarom zou dat... Nou, niet eentje waar ik voor op mijn knieën moet, maar een die gelijkwaardig is, die mijn leraar wil zijn, mijn vriend, mijn vriendin, mijn moeder, mijn vader, alles. Dus ik noem het nu gewoon de liefde. En daar kan ik me mee verbinden. Maar ik ben nu niet meer zo zeker of het een instantie buiten jezelf is per se. Of iets in jezelf wat je activeert. Ik heb wel eens gezegd, het is een soort... Login naam. Als ik het woord God gebruik of dat soort begrippen, kan ik in mezelf bij een compassie komen die ik niet zou hebben als ik gewoon één op één met jou zou opgaan. Hmm. Of, maar zegt de God waarmee je bent opgevoed je nog iets? Nee. Laat ik zeggen, God is voor mij, volgens mij, al overal in alle geloven één en hetzelfde. Dat wat wij niet kunnen benoemen. Maar de kerkelijke vorm ervan, en dan moet ik zeggen, ik ben de kerkelijke vorm heb ik losgelaten lang geleden. Dus hoe nu de gereformeerde kerk met de tijd is meegegaan, ik weet het niet. Nee. Hoe nu het katholieke geloof met zijn tijd is meegegaan, ik weet het niet. Toen, laat ik zeggen, als ik er nu op terugkijk, geloof ik dat ik het heel erg vind dat mijn godsbeeld heeft bestaan uit een instantie die oordeelt over je bestaansrecht, hemel en hel. Dat begrip is voor mij zo bezijden de waarheid. God moet onvoorwaardelijk van je kunnen houden. Daar kom je uit voort. En als jou geleerd wordt, dat jouw bron, jouw wezenlijk, hè, stel dat... Dus misschien zelfs de bron van de creatie-energie. Als dat een veroordelende instantie is, of een beoordelende instantie... Dan sta je vergoed al bij iemand, bij een andermans schilderij. Namelijk, daar open ik mijn voorstelling mee. Sommige mensen snappen dat woord niet. Geef mij uw zegen, meester. Wijs me de weg aan, vader. Ja, hoe gaat dat liedje ook weer? Zie hoe ik als een klein kind aan uw lippen hang. Ben ik al bijna heilig? Wat gaat dat kosten, goeroe? Zing het eens. Ja, nee, dat is echt een beetje een rock'n'roll nummer. Dat vind ik zonde. Ah. Maar
Dus dat is een heel groot schilderij waar mensen bij willen staan. Uh-huh. Maar denk jij nog in de termen van... Heb je het idee dat op jou gelet wordt? Er wordt natuurlijk op mij gelet. Maar niet door een god of zo, nee. Men heeft wel eens gezegd, het derde oog. Ik kijk en ik zie jou en ik zie die tafel en ik zie het vuur en de beelden. Dat doe je met je twee letterlijke ogen. En mijn derde oog is misschien de manier waarop je naar de wereld kijkt. En dat is mijn instantie. Maar hoe kijk jij naar de wereld? Hoe kijk jij naar dat de wereld nu in brand staat? Ja, daar kijk ik naar en probeer niet te oordelen. Want ik vind het machtig interessant. Machtig interessant? Ja. Ik kijk ernaar en denk, wauw. Je kijkt zonder angst ook? Je bent niet bang? Op mijn bureau staat, ik haal af en toe zo'n zinnetje weer en dat vind ik om over na te denken. Er is moed voor nodig om te begrijpen dat er niet zoiets bestaat als angst. Dus je hebt angst? Nee. Je moet angst begrijpen. Ja, maar ik vraag me af of wij niet een beetje hetzelfde hebben. In die zin dat iedereen schrikt natuurlijk ontzettend van zo'n ramp. Terwijl ik altijd dacht, die ramp kan maar zo gebeuren. Nou ja, dat is het. Dat is wat, en nogmaals, ik wil leven. Ik wil plezier maken. Ik wil me kunnen ontplooien. Ik wil dat iedereen dat kan. Ook in landen waar dat nu niet vanzelfsprekend is. Dus ik wil niet dat het stopt. Maar iets in mij, ik heb geen kinderen, iets in mij denkt, dit kan zo niet maar eeuwig doorgaan. Ja. 3 jaar geleden vonden we 3 kilometer file veel, nu is 21 kilometer allemaal. Dit kan zo niet oneindig. Het moet een keer gewoon opgeruimd worden, net zoals mijn kamer. Op een gegeven moment denk ik, dit kan zo niet doorgaan. En dan ga ik opruimen en weggooien. Ja. Dus je denkt dat dit een grote schoonmaak is? Ja, vind ik. Het zijn spanningsvelden die met veel of weinig schade zich weer op zullen lossen. Met wel of niet het voortbestaan van de mensheid. Maar is het zo dat je er als een toeschouwer naar kijkt? Zonder... Op dit moment... Kijk, als ik al iets aan doe, word ik heel praktisch. Denk ik, wacht even. Stel dat ze dus inderdaad gas en elektriciteit platgooien, dan moet ik nu een salamanderkacheltje en dan moet ik, word heel praktisch. Ik word, Ik heb in de zomer had ik een droom over dat de wereld zou vergaan, voordat die flats neergingen. Het A begon al om te schudden en ik dacht, jongens, het kan ook nog gewoon storm zijn. Zullen we even afwachten of het een storm is? Droomde ik, hè? Toen kwam er iemand binnenrennen van zo'n spirituele groep. De kerken scheuren al. Toen had ik zoiets van, zitten jij? Want misschien is het gewoon nog een storm. We zullen wel zien. En ik werd ook in mijn droom heel praktisch. Van, stel dat we een aardschok krijgen, laat dan het glaswerk weghalen en gewoon plastic neerzetten. Dat als nou, ja, heel praktisch gewoon. En toen ging het bijna gebeuren en toen maakte mijn man me wakker door heel zacht binnen te komen. Toen dacht ik, hè? Nou, ik wou willen weten wat ik zelf bedacht had. Hoe het einde eruit zou zien en zo. Ja. Maar vind je dat dan beangstigend? Dat je eigenlijk een soort voorspellende droom... Nee. Ja, voorspellend achteraf, weet je wel. Ik bedoel, als er niks gebeurt, dat... Nee. Maar het leuke is, jij bent dus heel praktisch, wat heel handig is. Ja. En daarnaast ook heel reflecterend. Heb jij nooit gedacht, wat zou ik een kind veel mee te geven hebben? Natuurlijk. Een van de eerste dingen die mijn vader zei, mensen als jij moeten juist kinderen gaan krijgen. Ja, maar dat vind ik geen antwoord. Ik bedoel, nee? Een van mijn grootste, waar dat vandaan komt, vraag het me niet, is dat ik denk, ja, ik zie het gebeuren bij al mijn mensen om me heen. Met je grootste liefde wordt ook je grootste angst geboren. En op het moment dat je dus, je kunt niet meer onvoorwaardelijk zijn als iets zo diep, als je echt zo diep van iets of iemand gaat houden of verbonden bent. Dus het is maar ik wil het ook wel graag zijn, dus het is heel ambivalent. Dus, ja. Want het is natuurlijk ook dan de pijn vermijden. Misschien wel, misschien ben ik te laf om een kind te krijgen. Ja. Maar misschien gun ik mezelf ook de rust en de ruimte om als het fout gaat gewoon te zeggen, oké, los. Ik heb nu zo'n mooi filmpje voor je. Heb je een mooi filmpje? Dat vind ik zo. Ik hoop dat jij dat ook vindt.
Je komt niet eens je hele gezicht onder water, dat zul je zien. Probeer het maar. Niet smokkelen hoor, denk eraan. Doe maar, hup. Ineens douwen. Ineens onder water met je hoofd. Doe maar, nee zusje, niet meer bemoeien. Laat hem maar, hij kan het wel. Hij durft het niet. Hij doet het wel alleen. Probeer het nog eens een keertje. Ja, doe maar. Huppla, 1, 2, nog een keer proberen. Ja, doe dan. Vooruit maar. Vooruit. Niet opgeven. Doe maar. Oh, man. Mag ik een tien van die? Ja, hè? En een hamer voor die docent. Ja. Ja, zou je het dan beschermen? Of zou die eronder moeten van jou? Ik zou gaan praten. Ja, kom maar. Je kan het wel. Ga er maar onderdoor. Ik blijf hier buiten. Dat is toch niet hoe je zo'n kind er doorheen helpt. Ja. Dat is gewoon verschrikkelijk. Maar was jij ook zo? Want ik kan me dit heel goed herinneren nog. Die sfeer en de geur van het bad. En oh nee. Nou ja, had jij lef als kind? Of was je ook zo'n kind? Zoals dat laatste ik durf nu pas zo te zijn. Ik zal je een verhaal vertellen. Ik was in Egypte en we gingen een wandeling maken. En op een gegeven moment moesten we met allemaal toeristen. En we liepen door zo'n geul. En die geul werd smaller en smaller. En uiteindelijk moesten we door zo'n gat. Echt een dikke meneer had er niet doorheen gekund. Maar we konden ook niet terug. En ik durfde daar, net zoals dat kind, ik durfde daar niet doorheen. En dan ben je potdomme 40 jaar. En toen dacht ik ga me niet, want dat heb ik heel vaak gedaan, doen, ja, weet je wel. Grote bek eroverheen, forceren maar en doen. Ik heb gezegd, lopen jullie maar, ik ga pas doorheen als ik er klaar voor ben. En zo'n badmeester had gewoon in het water moeten gaan. Of gewoon gezegd, we doen het anders, of we leggen uit, waar ben je bang voor? Ja. Maar dat gewoon moeten, ja. Gaat toch weg. Ken jij het gevoel van, bestaat er rugdekking? Voor jou? Voor mij wel, ja. En wat is het voor rugdekking? Dat verschilt, dat verandert. Ik heb, als iemand wel eens vraagt, wat is een heel sterk moment uit je jeugd? Dan weet ik nog een moment, dat Sinterklaasavond. Mijn moeder zat in zo'n soort stoel. Ik stond hier, mijn armen zo op haar armen. Echt als dat fort om je heen. Mijn moeder achter me. Zo, dus kom maar op. Ik had me toch een grote muil. Gewoon omdat zij er is. En voor een deel heb ik via God is er, of de liefde is er, het langzaam verplaatst naar ik sta maar om mezelf heen. Of door hele domme begrippen als angst is niet nodig. Begrijp je? Door dingen in te zien. Inzicht is voor mij macht. Dus ik voel mij beschermd door, door de kennis, de inzicht. Maar kun je een voorbeeld noemen? Want ik begrijp het al ongeveer, maar... Stel, ik kan er zo gauw niet op een voorbeeld komen, maar iedereen vond het eng om door het gat te gaan. Het gekke was, omdat ik dus gewoon durfde te zeggen, ik durf dit niet. Ik heb tijd nodig, ik durf dit niet. Ik heb op mijn hurken gezeten, ik moest echt mijn doodsangst, zoals ik, moest ik daar even gewoon onder ogen zien. Ik durf niet door dat, en ik weet niet waar het naartoe, en dan 40 mensen achter me, 20 voor me, ik durf er gewoon niet. En ik denk, daar staat dan de Lynette van Dongen, klem. Ik geef dat toe, ik zeg dat, jongens, ik durf dit niet. En dan zal een Egyptische meneer niet zo gauw over zijn gevoelens praten. Ik loop verder, en die Egyptische gids komt naast me. Die begint te vertellen dat hij bang is voor water, omdat zijn broer voor zijn ogen verdronken is in de zee. Denk ik. En dat maak jij daarmee los dus? Maak het niet zozeer los. Nee, maar jij durfde het te zeggen en daarom durfde hij het ook. Ja. Die rugdekking die haal je uit jezelf, dat is het eigenlijk. En uit wat ik zeg, dat wat voor mij God is, geloof is, liefde is. En uit het bewezen zien van als jij gul wordt, als je niet bang bent om te verliezen. Dus gul kunt zijn naar collega's, gul kunt zijn naar mensen die wel kinderen krijgen, jij niet. Gul kunt zijn naar mensen die wel hebben wat jij... Gul kunt zijn naar, dus je eigen pijn durft los te laten of in ieder geval te accepteren. Het werkt gewoon, punt. Voor mij, het werkt. Mm-hmm. En dan komt er een rust die...
die heel diep gaat. Ja, en als ik dat dan moet combineren met bij je eigen schilderij staan. Wat is jouw schilderij dan? Is het steeds meer Lynette worden? Nou, ik... nee. Dat weet ik niet. Ik... want... Ik ben misschien is iedereen dat, maar heeft men er minder last van. Ik ben veel uitersten. Ik ben aan de ene kant ontzettende loltrapper, vol in het leven. En anderzijds ben ik ontzettende asceet. Als ik in Italië langs een klooster rijd, dan denk ik, oh, mag ik daar wonen? Weet je wel? Maar, en dan sta ik bijna zo voor het raam in zo'n klooster naar binnen te kijken. Maar ik weet zeker, als ik daar binnen ben, ja, dan sta ik weer zo voor het raam naar buiten te kijken. En ik denk het enige wat ik nu leer is om niet meer één van al die extremen te willen zijn. Weet je wel, van dan doe ik alleen maar dat, 100%. Is om ze maar gewoon voorbij te laten komen op het moment dat ze voorbij komen. Maar jij bent al lang met je man. Ik vul maar een beetje in hoor. Maar, ja. Waarschijnlijk ben jij als een banger vogeltje in die relatie gestapt dan dat je je nu voelt. Mm-hmm. Dan is hij met je meegegroeid, want het is toch wel bijzonder dat een man dan bij je blijft. Want jij bent toch veranderd, neem ik aan. Ja, en zeker zijn er weinig mannen bij vrouwen die... kijk maar naar alle Adèles en Jennys, ze wonen allemaal alleen. Als een vrouw ja, dat is inderdaad een stevige positie inneemt, houdt een vent dat vaak niet uit. Ik weet even niet meer... Nou, ik vraag me af... ik kan me heel goed voorstellen dat je wat die rugdekking is, dat je dat in jezelf moet zoeken. Maar wat is de liefde dan nog? Wat voor betekenis heeft de concrete man- en vrouwliefde voor jou? Het thuiskomen. Gewoon, ik bedoel, het thuiskomen. Als er zitten er 900 mensen voor mijn neus in de zaal en klappen en ze vinden me helemaal geweldig. Het betekent voor mij... veel, maar als ik niet bij hem thuis kom, is het niks. Nee. Dus, en dat is wat ik steeds meer weet. Je hebt gewoon de praktische vorm is, hij is er, ik ben er voor hem. Af en toe botst het echt, we hebben een plat dak genomen, want anders zou het te veel dakpannen kosten. Af en toe spat het dak eraf. We groeien samen, we botsen, we gaan een tijdje gelijk op. En dan, hij heeft heel duidelijk zijn kracht, ik heb heel duidelijk mijn kracht. Dat is bijna soms zo tegengesteld dat ik er doodmoe van word. En soms levert dat ineens ook weer zo'n ontzettende... het blijft al maar de moeite waard. Maar moet je die clashes hebben? Want ik heb vaak de neiging om te denken, nou laat maar even zitten. Nee, ik... het is niet mijn einddoel om al clashend naar het bejaardenhuis te gaan. Maar het is ontzettend... Ja, het is zoals het is. Het is ontzettend leuk om... hoe kun je nou... Kijk, je ziet dan zo'n meneer en die zit een heel liefdevol met zo'n stip op zijn voorhoofd op een berg in India. Dan denk ik, ja, kunst om daar onthecht te zijn. Ja. Ga nu gewoon 1 minuut door de Kalverstraat. Dan wil je al 3 keer iemand doodslaan die gewoon dwars door je heen beukt. Ja. Ga gewoon samenwonen. Dan leer je pas onthechten. Krijg kinderen, dan leer je pas onthechten. Ja. Ik bedoel, er is een theoretisch leven waar ik me aan laaf en waar ik wijsheid uit haal. En er is een praktisch leven. En die twee moet je maar zoveel mogelijk zien te combineren. Ik kan met Sjaak nu veel sneller door een wat vroeger weken durende zaak zou zijn gegaan. Omdat ik weet, oh wacht even, als jij jouw kinderhart in de knoop zit, reageer zo. Ja. Dat is precies weer een rode vlag op mijn kinderhart. Je moet mij niet negeren en als hij het moeilijk krijgt, slaat hij dicht. Ik noem maar wat. Dan weet ik dat uit de hand loopt. Nou ja, dan ben je zo snel klaar met zo'n onderwerp. Maar is wat jij nu allemaal beschrijft, is dat geluk? Dat je dus de dingen niet verward van wat van een ander is. Nee, ik dacht, laat ik dit zeggen. Waarom gaat het nu veel beter met tante Lynette? Ik dacht dat harmonie uiteindelijk het ideaalbeeld is. Ja, ja, ja. Dat als we maar hetzelfde waren, hetzelfde dag, hetzelfde zijn, hetzelfde... Dat is niet meer wat ik vind. Want? Wat vind je? Ik vind... anders zou ik die voorstelling niet maken. Zijn eigenheid is waar ik op gevallen ben. Mijn eigenheid is waar hij op gevallen is. En die moet je vooral zo goed mogelijk uit elkaar houden en bewaren. En niet gaan slijpen. Wel groeien, maar niet zo slijpen dat je een soort op een gegeven moment op een tandem dezelfde fiets voor je verjaardag krijgt als je 60 wordt. Met dezelfde fietstas en dezelfde jas. Maar waarom zou het toch zo zijn dat iedereen wel alsmaar probeert om op elkaar te lijken? Dat ook heel vaak mensen zo worden opgevoed om zich aan te passen.
niet op te vallen. Waarom is dat dan? Want het moet toch een functie hebben? Daar kan ik nog zeven haardvuren voor stilkijken natuurlijk. Ik noem dat de libellenrelaties. Het wordt overal maar volgehouden dat het is. Ja, dat het mogelijk is wij harmonieus, zonder één strijd. Ik ben ook jaloers. Ik denk ook dat anderen dat hebben. Huwelijken zonder ruzie. En dan denk ik, ja, maar wat is dat? Waar verlang je naar? Eigenlijk ben ik gewoon ongelooflijk tevreden. Ik heb korte termijn verlangens. In de zin van, ga ik een cd maken. Dan denk ik, mooi zingen. In de hoop dat de zang gewoon nog een groter deel van mijn leven wordt. Dat het continueert voor mij met de groei erbij inbegrepen zoals het nu gaat. Ontzettend spannend om ouder te worden. Ontzettend spannend om te zien wat er gebeurt ook met de wereld. En hoe ik daar weer mee omga. En in verband met je vak, want het lijkt net alsof je steeds al zeggen dat je onafhankelijk kan zijn, maar kun je onafhankelijk zijn van succes of van? Heeft weer met angst loslaten te maken. Ik ben een tijdje ziek geweest en op dat moment ik had een dingetje met mijn oor, waarmee zingen en optreden in één klap even heel erg op losse schroeven stond. Werd je toen bang? Ja, ontzettend. En ook bang dat ik niet zo'n onthechte zieke zou worden als ik altijd had gehoopt. Ja, precies. Ik ben zo spiritueel. Ja. Want ik heb ontzettend veel respect voor mensen die kromlopen van de reuma en toch zeggen, weet je wel, vind ik geweldig. Ja. Als iemand vraagt, wat zijn mijn helden? Zijn dat mijn helden? Mensen die gewone mensen dingen te verdragen krijgen en die daar zo goed mee worden. Ik dacht, ik word verschrikkelijk. Ik ga iedereen kwalijk zitten nemen dat ik zo word. Maar gelukkig kom je daar dan doorheen. Ik vond, dat is dan wat je er dan uiteindelijk aan overhoudt. Maar ik heb het losgelaten. Het was al bijna een keer uit mijn handen. En ik mag echt... ik mag spelen. En dat vind ik ontzettend leuk. En ik zie wel. Is het genade? Genade? Nee, maar ik bedoel, is het... Dat riep mijn broer, dat moesten wij roepen als we aan het worstelen waren toen we klein waren. Ja, inderdaad. Genade, 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 genade. Anders liep hij niet los. Nee, maar het is, hoe moet je dat nou zeggen? Van, genade. Maar dat woord ken je wel, kom op. Ik ken het woord genade wel, maar dat is, een woord wat je op moet ruimen. Genade is iets wat je krijgt. Wat je beschreef... Misschien geef je het wel aan jezelf. Misschien is genade wel een heel naar woord. Ja, maar je had het net over, ik mag spelen. Van wie mag dat dan? Nou kijk, daar loopt daar nou buiten een hondje. Krijgen we zo gauw natuurlijk niet in beeld. Dat hondje, dat rent een beetje met een ander hondje. En dat doet weet je, dat wil je ook. Nou heb ik het balletje. Nee, maar nou wil ik het balletje. Die spelen en ze zijn. En soms hebben ze, weet je, dat genade je voor die hond? Nee, dat die doe hond je met speelt. Ik mag spelen. Ja, en soms niet, want dan moet hij naar binnen. En waarom wil je spelen? Waarom wil je op dat podium? Nee, dat hoeft niet per se op het podium te spelen. Spelen is gewoon spelen. Ja? Ik hoef niet per se op dat podium. Nee? Nee, niet meer. Nee. De eerste drie programma's moesten, dat moest echt... Dat moest eruit. En ik ben niet verslaafd aan mijn werk. Ik vind het, fijn om te doen. Als ik er sta, vind ik het heerlijk. Als ik er af ben, het is net sporten. Je gaat met zo'n mijl, trek je die schoenen aan. En dan ga je rennen en dan als je terug bent, denk je, oh fijn, was fijn. Ja, nou ja. En, maar het is echt niet gezegd dat ik dit tot mijn dood blijf doen. Nee? Nee. Wat zou er nog meer in het vatje kunnen zitten? Whatever comes. Ja? Ja. Wat is je kostbaarste bezit? Wil echt materieel? Nee. Kostbaarste bezit? De liefde en de aandacht van de mensen voor mij. De wisselwerking, dat er mensen zijn waarvoor jij ertoe doet en waarvoor jij ertoe mag doen. Een van mijn grootste straffen lijkt zo oud worden dat niemand je meer kent en je dus maar uit het raam zit te kijken en er niet meer toe doet. Dus je voelt je gekend? Bij gratie van communicatie. Ja. Ja. Wat ga je in de fles communiceren? Mooi papier, hè? Pennetje, papiertje, keuken, lege flessen. Wat ik hier op ga schrijven? Ja.
Ik denk wees gul. Wees gul? Ja, wees gul. Want daar... Dus niet... Dus ja, wees gul. Mooi. Kijk, zo'n naam kan ook niet klein. Gewoon veel ruimte innemen. Gul. Ja, dat is ook een gul. Gulzig, wees gul. Nee, dat was ik. Dat, oh ja? Ja. Dat is wat anders. Ja. Je was gulzig en nu ben je gul. Ja, ik wil niet zeggen dat het noodzakelijkerwijs lineair aan elkaar vastzit. Nee, maar gulzig is nemen en gul is geven. Ja. Ontzettend leuk, hoor. Moet je een dag doen. Gewoon een dag gewoon... Tada! En waar was je gulzig in? In willen groeien en willen, in willen leven. Maar nu ben je gegroeid. Ja. Dus dat, ja. Wees gul. Nou, die gaan we eens in een witte fles stoppen. Ja. Yes. Kurkje erop. Wees gul. Ik vind het wel mooi. Waarom vind je het mooi? Omdat... Dan stel ik me allemaal minder krampachtige mensen voor. Laat het los. Geef het mee. Ja.